Er is dus niets waarvan ik meer hou dan een nieuwe start, een nieuwe mindset, nieuwe voornemens. En dat is exact wat een nieuw jaar is. Het is dus officieel 2022 en ben ik super excited om een goede start te maken. Januari will be de maand. Sommige mensen geloven niet in nieuwjaarsresoluties, van het nieuwe jaar plannen of goede voornemens nemen. Ik geloof daar dus wel super hard in. En ik doe wel elk jaar een paar dingen die me helpen met een goede start te maken. En vandaag ga ik alles aan jullie tonen. Ga ik tonen hoe je het beste jaar kan maken van 2022. Ik ben super excited. Maar eerst ga ik dus eventjes terugkijken op 2021. 2021 was een heel raar jaar opnieuw. Heel veel corona nog steeds, maar ook een paar super leuke dingen die gebeurd zijn. En het voorjaar had ik gewoon school en dan in de zomer heb ik heel veel gereisd. Ik ben een paar maanden naar Zweden geweest, ik ben naar Barcelona geweest. Het was echt een super mooie zomer. En dan vanaf september ben ik eigenlijk naar Amsterdam geweest. Was ik dus op Erasmus in Amsterdam. Wat ook mega leuk was, dat was echt de tijd van mijn leven. Maar het is nog steeds niet voorbij. Nu ben ik dus gewoon thuis voor de feestdagen een beetje. En eigenlijk ook door de nieuwe maatregelen in Amsterdam en in Nederland. Dat is dan ook een beetje waarom ik de laatste weken een beetje down ben geweest. Het is heel moeilijk om gemotiveerd te blijven in Amsterdam. Als ik niets kan doen, als ik heel dag in mijn kamer zit. Dus daarom ben ik nu een beetje thuis. Ik voelde ook dat de laatste maanden in Amsterdam me een beetje ongemotiveerd hebben gemaakt voor het nieuwe jaar. Dus daar wil ik vandaag ook echt iets aan doen. Ik wil me vandaag terug heel gemotiveerd maken, heel veel leuke dingen doen. Ik ga alles met jullie delen. Ik vind het gewoon fantastisch hoe je zoiets kleins, want uiteindelijk is het gewoon maar een nieuwe dag van een nieuwe maand. Maar hoe het mij zoveel energie kan geven om opnieuw te starten. En het is alsof je een volledig nieuwe kans krijgt en dat vind ik super mooi. Dus ik ga dat met jullie delen vandaag. Ik ga alles tonen wat ik doe. Deze vlog is ook in het Nederlands. Waarom? In Amsterdam vond ik het vooral nodig om in Engels te doen, omdat heel mijn omgeving in het Engels was. Dus ik volgde school in het Engels. Al mijn vrienden daar waren Engels, dus ik praatte ook constant Engels. Nu ik terug thuis ben, is dat veranderd. Praat ik constant Nederlands. Dus voorlopig zullen de YouTube-video's in het Nederlands zijn. Ik weet nog niet 100% hoe dat gaat evalueren naar de toekomst. Maar voor nu in het Nederlands. Ik hoop aan de hand van deze video dat jullie ook gemotiveerd zullen zijn om enkele nieuwe doelen te zetten voor het nieuwe jaar. Misschien enkele nieuwe routines te implementeren. En als je niet echt gelooft in zo'n goede voornemens en nieuwe plannen maken voor het nieuwe jaar, kijk alsjeblieft verder. Ik hoop dat ik je van mening kan veranderen. Want het is eigenlijk ook heel leuk om te doen. Het geeft je heel veel energie en motivatie. Dus ja, laten we beginnen. Het eerste waarmee ik altijd begin is, ik maak altijd een vision board. En een vision board is dus eigenlijk een visuele representatie van alles wat je wil dat eigenlijk een werkelijkheid wordt. Dus ik denk na over alle gebieden van mijn leven. Dus wel over familie, vrienden, personal. Dus welke doelen ik wil bereiken in 2022. Dat kan op vlak van school zijn, dat kan op vlak van hobby's zijn, dat kan op vlak van gezondheid en sport. Over als je veel boeken wil lezen of als je bijvoorbeeld enkele grote gebeurtenissen net in 2022, dat gaat ook over die. Dus ik ga je laten zien hoe ik dus een vision board maak en hoe ik dat precies doe. Ik heb de mijne voor 2020 al enkele dagen geleden gemaakt, maar ik ga jullie dus laten zien hoe jij het jou kan maken. Hoe maak je een vision board voor 2022? Een vision board is een visuele collage van alles wat je wil dat werkelijkheid wordt. Ik heb er al meerdere gemaakt en ze werken echt. Ik start met het verzamelen van inspiratiefoto's op Pinterest. Deze sla ik dan op allemaal in een mapje. Ik zoek ook naar specifieke zoektermen. En deze collage maak ik altijd in Canva. Dan kopieer ik mijn inspiratiefoto's en plaats ze allemaal in het mapje in Canva. En dan begint het leuke werk. Ik zoek ook quotes op en daar knip ik dan de stukjes van die ik wil gebruiken. En dan plaats ik alles samen in deze collage en maak ik het een mooi geheel. Al deze foto's zijn inspiratie voor dingen die ik hoop waar te maken in 2022. Dan download ik de foto. En ik zet deze altijd als bureaublad achtergrond, zowel op mijn laptop als op mijn telefoon. Oké, nu dat we ons vision board hebben gemaakt, is het tijd om wat korte termijn doelen op te schrijven. Vision board is dus eigenlijk meer voor het hele jaar. Maar wat voor mij altijd helpt, is om dus eigenlijk ook maandelijkse doelen te maken. En dat is dan een beetje meer op korte termijn. De jaarlijke goals, dus de vision board, is heel ver in de toekomst. Soms als het gaat over dingen die bijvoorbeeld in december of in november of zo gaan gebeuren. En om echt gemotiveerd te blijven is het belangrijk om die grote doelen neer te zetten in maandelijkse goals. Dus zodat je eigenlijk per maand werkt naar dat jaarlijkse doel. Dus dat is wat we nu gaan doen. Ik doe dat altijd maandelijks. Dus nu ga ik opschrijven welke goals dat ik graag in januari wil doen. Of wat ik graag wil bereiken in januari.
En dan ga ik dat opschrijven. En dan kan ik elke maand eigenlijk een nieuwe maken. En dan ga ik reflecteren op de afgelopen maand. Om te zien van oké, wat is nu allemaal gelukt? Of wat moet ik meer doen? En als je dat elke maand doet. En je bereikt elke maand die goals. Of om de zoveel maand enkele goals. Dan ga je zien dat op het einde van het jaar. Voor je het weet ga je zo goed als alle goals op je vision board bereikt hebben. En dat is zo'n leuk gevoel. Dus nu gaan we de goals voor januari opschrijven. Oké, ik ben nu in mijn slaapkamer, waar dus mijn kleren ook hangen. En altijd bij het begin van het jaar probeer ik zoveel mogelijk om helemaal kleerkasten uit te kuisen. Natuurlijk ligt er nog heel veel van mijn kleren, eigenlijk het grootste deel ligt in Amsterdam. Maar ik ga dus nu al hetgeen dat hier in België ligt, in Gent, ga ik uitkuisen en dingen op Vinted zetten om te verkopen. Ik doe dat altijd aan het begin van het jaar, omdat hoe dat mijn kleerkast in elkaar zit en hoeveel rommel ik heb, is eigenlijk ook een beetje een representatie van hoe ik me voel. Dus als mijn kleerkast mooi opgeruimd is, dan voel ik me altijd 20 keer beter. En als het een chaos en een mes is, wat meestal is, dan voel ik me ook echt zo zacht als ik me moet klaarmaken. Dan zie ik allemaal kleren die ik eigenlijk niet meer wil aandoen, of die ik niet meer wil houden. Dus opruimen is heel belangrijk. Ik sorteer mijn kledij voornamelijk op basis van kleur en dit is hoe het er nu uitziet. Het maakt me altijd zo gelukkig als mijn kledingrek mooi is. Zoals je ziet zijn het voornamelijk zomerkleren die hier nu hangen, maar dat is omdat mijn winterkleren dus vooral in Amsterdam liggen. Oké, nu ben ik in de badkamer en ik ga ook heel mijn badkamerkastje uitkuisen, want dat is ook echt een stort. Dit is hoe het er nu uitziet en echt alles staat overal. Er is niets van orde of systeem in het en ik wil het echt een beetje mooi hebben nu. Oké, dit is het resultaat nu. En voor mij zit er dus een beetje systeem in. Misschien ziet het er nog niet heel mooi uit, maar het zit systeem in. Dus hierboven heb ik mijn haardingetjes. Dan heb ik maskertjes en bodylotion en zo. Dan hieronder heb ik scheerdingetjes, mijn shaving bar, scheermesje, parfum. En dan nagellak en nagellak remover. Dan daaronder heb ik allemaal de ordinary productjes. En dan cleanser, moisturizer en dat soort dingetjes. En dan hieronder heb ik make-up en dan nog een kettingje. Het laatste wat ik ga doen is mijn make-up afdoen, een maskertje doen. En dan een lange warme douche nemen. Dus een mini self-care momentje. En om mijn make-up te verwijderen gebruik ik altijd deze. The Ordinary en is een Squalane Cleanser. En ik wil ook graag nog eens zeggen, voor iedereen is het nieuwe jaar anders. En ik weet ook goed dat niet iedereen super leuk vindt of dat er veel dingen zo gebeuren in je persoonlijk leven. Dus ik wil vooral zeggen dat je iets op je eigen tempo moet doen en dat je totaal niet verplicht moet voelen om verschillende doelen te hebben of om jezelf te willen verbeteren op allerlei vlakken. Doe gewoon waar je jezelf het beste bij voelt. Wat je zeker ook kan doen is om gewoon eens terug te denken op 2021. En je denkt na over de leuke dingen die gebeurd zijn, maar ook de minder leuke dingen. En dan kan je de leuke dingen proberen terug te implementeren in 2022. En de niet leuke dingen, dat kunnen personen zijn, dat kunnen dingen zijn die gebeurd zijn. Maar dat kunnen ook bijvoorbeeld dat je super lang uitslaapt of dat je niet zoveel sport. Of zo die dingen dat je zelf storend vond. In 2021 kan je gewoon al proberen te verbeteren in 2022 en dan denk ik dat je al heel veel vooruitgang kan maken. Oké, nu dat mijn make-up eraf is, ga ik een maskertje gebruiken. Ik gebruik dit maskertje van de Kruidvat.
Oké, en dan ga ik nu eventjes wachten tot dat maskertje wat ingewerkt is. En dan ga ik in de douche gaan.